Hugo is gecontracteerd door Tennet voor het benaderen van de niet gesprongen explosieven hier in de brandingszone waar de HKN-kabel aan land komt. De complexiteit zat echt in het feit dat de objecten heel, heel diep lagen en moeilijk te benaderen waren met andere methoden. Alvorens wij een zeekabel willen gaan leggen, willen we eigenlijk weten wat er in de zeebodem zit. Wat we eigenlijk ten tijde van kabel leggen niet willen, is dat we iets raken. Dat is of een obstructie, of in het ergste geval een niet gesprongen explosief. Het bleek echter dat er een paar objecten heel diep lagen. En deze moesten eigenlijk in het eerste kwartaal van 2020 worden geïdentificeerd. Zodat het project geen vertraging op zou lopen. En hier is Fugro voor gevraagd om Tennet daarbij te helpen. We hebben hier vier exportkabels die eigenlijk tegelijk gelegd worden. Ze liggen allemaal aan boord van het schip. De eerste staat nu uit en die kabel wordt een meter of acht in de bodem getrenched. We hebben alles gereed gemaakt. De zeebodem is bouwrijp voor de kabel. Nou, voor Fugro is dit een heel innovatief project. Daarom hebben we gekozen voor de combinatie van de Wavehawker, wat een innovatief schip is dat ook met slecht weer zichzelf kan verplaatsen en werken in de branding. In combinatie met de Seahawk, wat ons nearshore, dus het ondiep water, UXO-identificatietool is voor het veilig en efficiënt benaderen van objecten in de brandingszone. De objecten lagen dieper dan 2 meter en dat houdt echt in dat duikers, maar ook ROV's deze bijna niet kunnen benaderen. De Seahawk wordt bediend door een op afstand bestuurbare graafmachine die gemobiliseerd is op de Wavehawker. De Seahawk is uniek omdat het alle sensoren en apparatuur en baggerequipment in één tool integreert. Dat stelt ons in staat, zeg maar, om de tool één keer te deployen of in te zetten op die locatie vanaf de graafmachine. En zonder hem terug te halen aan dek kunnen we het hele proces voor het zoeken en identificeren naar niet gesprongen explosieven in één beweging doen, als het ware. En dit maakt het een stuk efficiënter dan andere apparatuur. Ja, de belangrijkste elementen echt in dit project zijn veiligheid, het veilig benaderen, efficiëntie, zorgen dat het allemaal op tijd is en een goede werkbaarheid van de apparatuur en tools in het eerste kwartaal, in het winterseizoen van de Noordzee. Wat betreft de toekomst voor de Seahawk zie ik het heel positief in. We zijn enorm trots op dit eerste project, waarbij zowel de tool als het team extreem goed gepresteerd heeft. We hebben eigenlijk geen weersverlet gehad, er is geen equipment downtime geweest en we hebben alle objecten snel en efficiënt kunnen identificeren en blootleggen. En wij zien, zeker met klanten zoals Tennet, een groeiende markt voor exportkabels die aan land komen, waarbij dit soort uitdagingen opgelost kunnen worden met de Seahawk. Nu op HKN leggen we vier exportkabels, dus eigenlijk Hollandse Kust Noord 1 en 2 en Hollandse Kust West Alpha 1 en 2. En eigenlijk als we een beetje zuidelijker kijken, zijn we alweer bezig met het volgende onderzoek, Hollandse Kust West Beta. En daar vandaan volgen ook weer de windmolenparken IJmuiderver. Dus er komt nog zoveel aan, er is echt heel veel te doen op zee.